Welkom bij deze reeks over Rubens, met Koen Bulkes en Nico van Hout. Zij zijn, zoals u ziet, de belichaming van het onderzoek naar Rubens. In de vorige afleveringen bewandelden we dunnetjes zijn levensloop en probeerden uit te vissen hoe hij zijn schilderijen in elkaar stak. In deze laatste aflevering nemen we wat afstand om te zien welke verfsporen hij naliet. Rubens was zeker een stuwende kracht in het begin van de 17e eeuw. En je kan wel spreken echt bijna van een motor. De hele Antwerpse economie was op een of andere manier met hem verbonden. En je kan echt stellen dat het een organisator was en een ondernemer die Antwerpen op de kaart, op de wereldkaart heeft gezet. Hij zorgde ervoor dat zijn vormentaal in heel Europa werd gekopieerd. Je kan geen barok kasteel in Duitsland of in Frankrijk ontdekken waar niet min of meer zijn sporen zijn nagelaten. Zijn vingerafdruk is ook te zien in publicaties. Die publicaties die vonden ook hun weg over de hele wereld. Je kan ook stellen dat de tapijten die hij ontworpen heeft, dat die ook naar alle windstreken zijn uitgevoerd. Over Rubens is Nico serieus en precies. Maar vergis je niet, voor hem is het een kinderdroom die uitkomt. 1977. Ik was toen 10 jaar oud en ik bezocht toen met mijn ouders de Rubens tentoonstelling in het KMSKA. En ik heb toen gedacht van ja, dat wil ik in mijn leven. Ik wil iets met kunst en misschien wel werken in het museum of zo. Dus, en ik ken ook nog het schilderij dat mij toen is bijgebleven, namelijk de Medusa-kop. KMSKA bezit een van de mooiste en grootste Rubensverzamelingen van het land. Het is een museum waar topstukken te zien zijn, zoals de aanbidding door de koningen, de Madonna met heiligen, de Madonna met de papegaai, maar ook de verloren zoon bijvoorbeeld, of het portret van Gaspar Gevartius. Het zijn stuk voor stuk hele belangrijke schilderijen. En wij kunnen ook een mooi overzicht bieden van de altaarstukken van het begin van zijn loopbaan tot op het einde. Rubens was een enorm innovatieve kunstenaar, maar in tegenstelling tot innovatieve kunstenaars vandaag de dag, zette die zich niet af tegen de traditie. Rubens die verheerlijkt eigenlijk alles dat voor hem kwam. Rubens gebruikte vaak werken uit klassieke oudheid, beeldhouwwerken die hij liet terugkomen in zijn schilderijen. En hij deed dat omdat die beelden voor hem een soort schoonheidsideaal omvatten. Ze waren het archetype van schoonheid. In Venus Frigida zie je dan hoe hij archeologische objecten, zoals die prachtige Venus van Cnidos, omvormt tot een haast levende godin. Nadia Navo is ook een levende godin. En ze maakt beelden. Net als Rubens is zij in haar kunst voortdurend bezig met wat er voor haar kwam. Haar studio is bezaaid met knipsels. Stel ik ben aan het boetseren en ik ben bijvoorbeeld een bepaald pad ingegaan en op een bepaald moment dringt er zich iets op in de klei. Ik krijg een soort van, ja, dat is associatieve denken of zo. Die maken een associatie met een soort van vorm. Die ik weet dat ergens ligt, die neem ik er dan bij. Of een afbeelding van iets. Of laat mij denken aan een sculptuur. En dan ga ik daar weer op verder. Elk knipsel is in haar hoofd met een ander verbonden. Je wil er nooit meer weg. Hier laat ze zien hoe ze op een bepaalde vorm kwam van een klein stukje van een beeld. Haar beelden zijn het resultaat van een gigantisch web van bronnen in haar hoofd. Zo geeft ze door. Net als Rubens. Hij vond antieke composities, stofte ze af en pompte ze chockvol opera. Zoals RZA in de muziek of Tarantino in de film. Een verhaal en eerbetoon tegelijk. Door hun liefde leer je meer kennen. Ze geven door. Wat geeft Rubens ons door? Rubens geeft door de traditie om altaarstukken te schilderen op groot formaat. Rubens geeft door de invloed van die Italiaanse kunstenaars van zijn tijd. Rubens geeft door het tot in detail voorbereiden van grote composities. Hij geeft door zijn liefde voor het landschap. Het landschap dat ervoor zorgt dat in Groot-Brittannië een hele nieuwe landschapsschilderkunst zal ontstaan in de 18e eeuw. Rubens geeft door een structuur om een groot atelier in te organiseren. Hij geeft zijn voorliefde voor mode geeft hij door aan de Franse schilders van de 18e eeuw. Denk maar
aan Watteau. Rubens geeft door het gebruik van kleur in plaats van lijn om een schilderij uit te bouwen, zoals we dat zien bij Delacroix, Courbet en Cézanne. Rubens geeft door zijn liefde voor het vrouwelijke lichaam en voor huidtinten, het weergeven van echt vlees. Hij putte een leven uit voorgangers. Nu is Rubens zelf een duizelingwekkend rijke bron geworden. Een passend einde van de reeks. Nico toonde ons wat duivelse details en Koen zei, het is een film op zich. En we zagen kunstenaars van vandaag zich staande houden in Rubens schaduw. Zijn oeuvre en impact zijn gigantisch. En het is maar de vraag of het laatste woord over Rubens ooit gezegd zal worden. Maar troost je met de gedachte dat Koen en Nico dat altijd zullen blijven proberen.